Wij zijn op zoek gegaan naar het verleden. We hebben mensen uitgenodigd die hier vroeger hebben rondgelopen als klein kind. Van de familie van Landschot, meneer Van Rijkenvorsel uit Luxemburg. En die ons attendeerde erop dat hier een geheime doorgang was in deze kamer. Wat je vroeger wel eens vaker zag in slaapkamers, dat ze aparte geheime ingangen hadden. En we zijn toen op zoek gegaan, we hebben op alle muren geklopt. Maar daar leverde niks op, want alles is hol. Want vroeger waren de muren met voorzien van wandbespanning. Later hebben ze hardboard voorgezet en behangen. En toen hebben we een gaatje gemaakt hier in de muur. En toen kwamen we erachter dat hier een ruimte achter zat. We hebben daar een deur in gezaagd. En we zijn toen tot ontdekking gekomen dat in die kast hebben we toen iets gevonden. We hebben toen deze krant gevonden uit 1912. En het jaar waarin de Titanic ook gezonken is. Helaas staat dat artikel er niet in, anders was het nog meer waard geweest natuurlijk. Maar het is wel heel leuk om te zien hoe dat de krant helemaal voorzien is van plaatjes. En dat had te maken met het feit dat vroeger natuurlijk heel veel mensen wel een krant konden kopen, maar niet konden lezen. En dat mensen er vroeger echt heel deftig uitzagen. Dat er toen ook al heel veel reclame gemaakt werd. En dat zie je hier. Michelinbanden. Dus werd toen al door middel van reclame werden de kranten gefinancierd. Dus dat is wel mooi om te zien.